Ja, dames en heren, de derby tussen de Zwerf en Nieuw Lekland is zojuist afgelopen. Het venijn staat in de staart. Ja, Rick Verloop, ik heb vol bewondering vandaag naar jou staan kijken. Je moest veel alleen doen in de voorhoede, maar je bleef gaan. Ja, ja, net het geluk niet om te scoren. Ja, geweldig, geweldig. Je droom je ook van als jeugdspeler. Ze hebben me verteld wat het is om deze derby te spelen. En ja, dat was echt geweldig om zo'n wedstrijd te mogen spelen. En dan nog in de 85ste minuut eruit slepen, dat is echt geweldig. Ja, ik zet het venijn in de staart, want het voer was niet hoogstaand. Dat hoef ik niet in een derby. Maar er zat veel strijd in van beide kanten. Ja. Een gelijkspel had de verhouding geweest volgens mij. Ja, zeker, zeker. Maar we hebben ook de laatste weken elke keer net niet. En nu valt die eens even een keertje goed aan onze kant. En, ja, het mag ook wel even een keertje meezitten. Dus dat is echt fantastisch. Nou, zeven, je hebt ervoor geknokt. Ja, dan krijg je minuut of 7 wagen voor tijd. Was er ook kwam bij de strafschop. Het was een hensbal volgens de keeper van jullie ook. Ja, 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 de laatste tijd, elke keer in de laatste minuten ging het fout. Nu zag het eruit weer fout te gaan. Maar gelukkig ging die mis. En hebben we het gelijk herpakt en maken we zelf de goal. Ja, en toen kwam de corner en een beetje grillers en dan ging de keeper van de Zwerver in de fout, of van Nieuw Lekland in de fout. Van Nieuw Lekland in de fout, ja, ja, ja. Ja, dat was echt een ontlading. Ja, dat is voor jullie ook wel fijn, want vorige week tegen DCV had er eigenlijk iets meer in gezeten. En de week voor de resort ook een beetje, ja, en nu pak je het. We wel een paar potjes noemen, elke week net niet, en nu valt hij eens een keertje goed aan onze kant, dus dat is echt geweldig. Ja, en dan in zo'n derby, ja, dan, die telt dubbel, hè? Ja, ja, het staat 1-0 voor ons nu. Nu alleen daar nog winnen. Oké, hey, Rick gaat ervan genieten en in ieder geval bedankt, hè. Yes. Okay. Ja, trainer Jury van der Waal, allereerst van harte gefeliciteerd met deze belangrijke overwinning. Weet toen van me zei je tegen elkaar in Sleewijk, de eerste keer was 8-0, toen was het 4-0. En nu, is het voor de derde keer de overwinning. Drie keer in scheepsrecht ook dat u bij ons bent gekomen, bij de Zwerver, onder mijn leiding dan. Ja, en we gekscherend inderdaad gezegd. Maar ja, dat zal wel weer verliezen worden als sokkerreporter komt. Maar het was niet vandaag. We hebben die 3 punten gepakt. Fantastisch. Ja, de wedstrijd was spannend. Veel vechtlust in bij de ploegen. Het spel was niet staand, dat is meestal in de derby niet. Dat gaat wat minder. En in een prachtige slotfase. Eerste strafschop tegen, wat dacht je bij je eigen? Ja, nee, maar dat hoort ook bij zo'n derby. En ja, er gebeurt van alles. En je ziet de penalty, ja, ongekend, dat hij hem niet goed raakt. Ja. Ik word een klein beetje afgeleid. Namens alle mensen van de derby. Ja, ik ben even afgeleid door de... Het interview wat er volgens mij op de speaker stond, excuus. Maar zo'n penalty tegen, dan denk je, ja, daar gaan we weer. Want dat gevoel krijg je, hè, als je zo vaak al aan de verkeerde kant van de medaille zit. En die gaat naast dan. Ja, en dan valt die bal erin op bizarre wijze. Dat gebeurt ook blijkbaar nu. Hè, dat is voor ons fantastisch. Ja, dat was gewoon het hoort bij een derby, hè. Ja, de eerste helft was vrij gelijk opgaan, vond ik. Zeker weten, want allebei een paar kleine kansen. Mogelijkheden, laten we het zo zeggen. Tweede helft nam Nieuw Lekland een optisch overwicht. Maar ook niet tot erg grote kansen gekomen. Nee, dat vond ik ook. En ik vond ook dat Nieuw Lekland sterker werd, de tweede helft. En dat het voor ons echt alle zeilen bijzetten was. Wij hebben daar wel... Ja, toch ook voetballend vermogen weer tegenovergesteld. En daar ben ik wel zo blij mee. Dat we toch, ondanks dat we ook regelmatig de lange bal hebben gespeeld vandaag, toch ook het voetballend proberen op te lossen. En dat maakt het extra mooi. Ja, en je had ook een goede doelman vandaag weer, vond ik. Ja, nee, zeker weten. Dat weet hij. Dat ik daar ook hartstikke blij mee ben. Hij prachtige reddingen. Ja, en een stukje onverzettelijkheid wat hij uitstraalde. Heel goed. Ja, ik vond het allemaal trouwens knap werk, hoor. Dat gaat niet om, maar je pakt er altijd uit. Want Ricky Verloop had, ik heb het tegen je net al gezegd, die had een ondankbare taak, want jullie werden wat teruggedrongen. Hij bleef scherp staan en alleen hield hij toch die achterhoede bij je van Nieuw Lekland. Ja, zeker weten. Hij hield ze bezig en... Moet even gedag zeggen daar, sorry. Maar hij hield ze bezig en hij is zo bloedsnel. Hij is voor elke verdediging is hij een gevaar. Of je nou tegen nummer 1 speelt of tegen nummer 13, het maakt niet uit. Hij is altijd gevaarlijk en dat is super knap, hè, want de jongen is 19 jaar.
En waar andere mensen wegvallen. Hè, ik ben vandaag door veel mensen aangesproken. Van, ja, je spits is er niet. Dat klopt, maar ja, dan staat er weer iemand anders op. Ja. En hetzelfde centrale verdediger, die valt weg. Oké, dan schuiven we wat. Pakken we gewoon een jonge jongen van de club. Die speelt op rechts vandaag. Ja, fantastisch dat dan goed uitpakt. Ja, als ik jou vandaag ziet, kan ik niet begrijpen jullie zo laag staan. Laat ik dat eerst even zeggen. Tegen Rijsoord ongelukkig, heb ik dat begrepen. Tegen DCV goed gespeeld, maar lege handen. En vandaag, ja, dit is eigenlijk, het zijn eigenlijk dubbele punten. Hè, als je zo'n derby wint. Ja, uiteindelijk tellen ze maar echt voor 3. Maar in het moraal voelt dit heel erg lekker. En daar zijn we erg blij mee. Ja, ik zeg ook even de rest. Ik vond ook trouwens de scheidsrechter goed fluiten. Ik vond dat het een wedstrijd liet. Hij moest kaarten geven op het moment. Nou ja, die waren terecht, vond ik. Ja, goede scheidsrechter. Heel fijn. En neutrale grensrechters. Daar hou ik ook wel van. Dat is ook wel ook een aanwinst voor onze wedstrijden. En fantastisch. Ja. En nou, hier kun je weer op verder beduren zeker, hè? Ja, dat is, maar dat zijn de nederlagen. De gelijke spelen zijn dat ook. En we zien altijd wel weer bepaalde mogelijkheden om het nog mooier en beter te maken voor ons als de zwerver. Oké, jullie gaat ervan genieten. Hè? Dat zou je zeker doen. Neem er een lekker biertje op. En nog in ieder geval bedankt. Hè? Dat komt goed. Dank u wel.